In het weekend van 20 december werd de Edese Kimberly Bos Nederlands kampioen skeleton in het Duitse Winterberg. Haar carrière begon in 2009 toen een aantal atleten in Ede tijdens de schoolsportolympiade werden gescout voor een oefening in Harderwijk. Toen ben ik mee geweest, want ze hadden toch nog een plekje over in de auto. En zo ben ik in eerste instantie in bobsleeën terechtgekomen en uiteindelijk overgestapt naar skeleton. Ja, wat is het verschil met bobsleeën? Het grootste verschil is natuurlijk dat je alleen sleet en niet met z'n tweeën of met z'n vieren. En je hebt een andere slee. Nu schijn je ook voorover te liggen. Hoe hard gaat dat eigenlijk? Ja, mijn topsnelheid is 134,9. Maar gemiddeld genomen ergens tussen de 120 en 130 toch wel. Je ligt met je neus voorover. Hoeveel centimeter boven de baan? Centimeter of 5 tot 10. Dat is niet zoveel. Is er veel concurrentie in deze sport in Nederland? Binnen Nederland niet zozeer. In die zin dat ik wel concurrentie heb. En het is echt wel spannend aan de top. Maar er zijn gewoon niet zoveel atleten in totaal. Het is niet als een NK atletiek bijvoorbeeld. Internationaal is er uiteraard veel concurrentie. Is het een Olympische sport? Ja, zeker. Een wedstrijd bestaat uit 2 runs over het algemeen. Dus je gaat 1 keer naar beneden en dan heb je een ranglijst. En dan ga je nog een keer naar beneden en dan heb je de uitslag. En na de eerste run zat er tussen mij en de nummer 2 maar 900ste. Dus ja, dat is eigenlijk niks. Dus het was heel spannend toen we de tweede run ingingen. Maar ja, mijn tweede run was beter, dus dan win je. Wat was jouw geheim? Wat was mijn geheim? Rustig stil liggen en niet te veel sturen. Met 130 kilometer per uur? Ja, Winterberg ging ik 120, 122. Maar er zijn banen waar je inderdaad veel harder gaat. Krijg je daar nooit nachtmerries van die snelheid? Nee, zeker niet. Hoe financier jij je sport? Met ondersteuning van veel lokale ondernemers hier. En de kosten, bestaan die voornamelijk uit reiskosten of zijn er andere hoge kosten? De reiskosten vallen op zich mee, want ik heb natuurlijk een sponsorauto. Maar het verblijf in de diverse accommodaties moet betaald worden, runs moeten betaald worden. Dat zijn toch wel je grote kostenposten in het seizoen. Kimberly Bos heeft een druk programma voor de boeg. Op 23 januari doet ze mee aan het wereldkampioenschap voor junioren in Oostenrijk. En ze wil naar de Olympische Spelen. Die zijn pas over 2 jaar. Maar die 2 jaar heb ik ook hard nodig om me te kunnen kwalificeren. Maar de mogelijkheid is er zeker, ja. En waar vinden die plaats? Korea. In Zuid-Korea. Hebben ze daar sneeuw? Ja, ze hebben daar sneeuw, ijs en op het moment wordt er een bobslee aangebouwd. Heb je ook al felicitatie van de burgemeester gehad? Nee, dat nog niet. Heeft überhaupt iemand jou gefeliciteerd van de hoogwaardigheidsbekleders? Nee, ik heb niks van ze gehoord.